Dat kan AI voor jou als retailer betekenen. Nou, wat is het antwoord dat eruit komt? Helpen met het automatiseren. Automatiseren is een van de eerste dingen waar AI ook wel op komt. Bijvoorbeeld klantvragen, voorraad, doen van aanbevelingen, recommendations. Dit wordt, heet ook wel onder, wat is het, staat ook wel bekend onder de noemer Robot Process Automation. Dingen die, wat is het, steeds maar weer terugkomen. Daar zou je natuurlijk heel mooi AI voor kunnen gebruiken. Het tweede wordt gezegd, is het targeten van potentiële klanten. Zeker op online natuurlijk een heel veel gebruikt mechanisme. En als derde ook de winkelervaring te verbeteren. Nou, dan als laatste nog eens even vragen, wat is het beste voordeel dat AI kan bieden? Beter klanten begrijpen en voorspellen. Ik denk dat dat ook wel de kern is van AI om in te zetten voor de retailer. Het is van begrijpen op basis van data. Gut feeling kan natuurlijk ook een rol spelen, maar ik zeg zelf altijd maar data en je eigen kennis, je domein nog het samenmaken, 1 plus 1 is 3. En die predictie erin, of het nou gaat over pricing, beste place neerzetten, of over voorraad, etc. Je kan ook je effectiviteit verbeteren, ook weer door het gebruik van voorspellingsmechanismes en de tool van data te gebruiken en die te vertalen naar de juiste manier om kosteneffectiever te zijn. En als derde, personaliseren. Recommendations. Hier wordt zelfs fysieke winkelopstellingen worden gebruikt. Misschien met een app zoals je er doorheen kan mensen naar de juiste producten kan leiden. Nou, dit is de eerste stap bij AI for the Retail. Ik hoop dat je de inspiratie heeft mogen geven. Ik hoop dat je misschien zelf zo een beetje inzet. En laten we de volgende keer verder dieper op ingaan.